Het is tijd om de volgende winnaar bekend te maken. En dat is Farida met haar project Plastic Vrije Delta. Nou, ik hoop deze keer niet met de circus nog een keer doet, maar... Blij kan niet. Deze gemotiveerde groep onderzoekers streeft ernaar om plasticvervuiling in onze wateren aan te pakken. Dat doen ze met een aanpak waarin onderzoek, onderwijs en het werkveld samenwerken. En ja, dat is een hele mond vol, maar dat heeft ook een heel mooi doel. Deze aanpak richt zich op de monitoring van plastics, inzameling en de duurzame verwerking ervan, maar ook op bronaanpak en bewustwording. De whole shebang dus. Hey Farida, heb je nog wat toe te voegen? Positiviteit, dat zorg je zelf voor, dus als je het in het universum roept, dan krijg je het wel terug. Fantastisch! Bedankt!